Ik heb wel en niet goed voor mezelf gezorgd het afgelopen jaar. Ik heb een relatie gehad die niet goed was voor mij. Ik kreeg uiteindelijk rugklachten. Ik heb de relatie beëindigd, dus dat is het goede nieuws. Tevens kreeg ik daardoor ruimte om te beginnen met een beautyrubriek voor 50-plussers. Daarin kon ik nieuwe skills kwijt, schrijven, fotograferen. Ook heb ik mezelf dit jaar ingeschreven bij een modellenbureau. En doordat ik nu een 50-plus model ben, heb ik een stok achter de deur om op tijd naar bed te gaan, gezond te eten, voldoende te bewegen en vooral op die manier goed uit te blijven zien. Dus dat is een positief iets in mijn leven.